Denk jij nu echt dat ze een virus kunnen maken wat ook maar één probleem zou geven? Nee. Waarom niet? Omdat dat het menselijk organisme daartegen bestand is vanuit de natuur. Kun je een menselijk lichaam verkloten met het injecteren met foute dingen? Uiteraard. Maar wie laat zich injecteren? Iemand die, die gebeideld staat in de natuur, want die zegt "Oh ho, oh, oh, ho, oh, oh. ho, ho. Probeer het eerst maar eens op je eigen, hè. De, uw eigen. Uw, uw katten zijn kapot gegaan. Uw ratten zijn kapot gegaan. En nu brengt u dat op de markt zonder onderzoek. Nee, 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 nee. Uh, nee, nee. Niet bij mij. Alleen idioten die die sprookjes geloven. Die zeggen: ja, ja. Oh, leuk. Nee. Leuk. Steek maar. Oh, nu ben, ik mijn eigen, nu ben ik mijn eigen virus aan het kweken. Oh, spannend. Ja, ja. Luister dat je dan een paar maanden later dood op mijn hartinvarkt. Ja, daar ga ik niet veel compassie mee hebben. Hè. Luister, eerlijk gezegd zijn we ze beter kwijt dan De enige manier waarop je een oordeel kunt vellen of iets wat op internet zinvol of onzinnig of des duivels is, is door ervaringsdeskundigheid met de natuurlijke processen. Dit kan niet vanuit een leerproces dat van achter de computer gebeurt. Hoe mensen dingen. Uh, naar voren brengen alsof het de realiteit is en het is gewoon waanzin die ze ergens gehoord hebben op internet die zeker niet uit de natuur komt die niks te maken heeft met de realiteit en toch zijn ze er 100% van overtuigd en zouden ze hun leven ervoor geven iedereen gaat het stadium door van angsten uh, en dat is natuurlijk de basis voor slavernie. klimaat, covid, uh, Oekraïne, Rusland het zijn allemaal angsten Verhalen, om de mensen in angst te houden, want dat zijn natuurlijk dat is de voorwaarde van slavernij. Je moet boven je hersenen uitsteken. Je hersenen sterven op het moment dat je dood bent, heb je al die hersenspinsels niet meer. Dat is een heel tijdelijk fenomeen. En dan begrijp je ook dat je die hersenspinsels eigenlijk niet serieus moet nemen. We leven in een dictatuur van mensen die het niet goed voor hebben met ons. En we gaan regelrecht de slavernij in. En het een van de grote problemen is dat de mensen massaal afstand van van de creator en van de natuur hebben genomen, en dat die volledig in de kaart spelen, ten koste van de anderen ook, voor een afgang naar volledige afhankelijkheid van de overheid en slavernij. En het zal een taai gevecht worden. Welkom iedereen bij de Hete Hangers podcast. Als je deze aflevering leuk, provocerend, interessant vindt, vergeet dan zeker niet deze aflevering te delen, of een comment te droppen onder deze video. En wil je zelf een coach of consultant worden, of ben je er een, dit is mijn beste manier geweest om vrijheid voor mezelf en anderen te creëren. Wel, ik heb zelf een gratis cursus uh, samengesteld die je kan vinden op hethangisus.com slash gratis. En daar heb ik een hele gratis cursus over hoe een fantastische online coach of consultant te zijn. En wil je ook een fantastische podcast hebben die een groot doelpubliek bereikt en je missie dient, dan kan je gaan naar slash podcast en daar help je jezelf een succesvolle podcast creëren. Vandaag heb ik een van mijn favoriete vrijdenkers en vrijsprekers op de podcast. Dr. Jeff Goeibergs, ook bekend van de Hofkliniek. We hebben al eens een aflevering gedaan, maar die was toen in het Engels. En we gaan nu eens terug een nieuwe aflevering doen. Waar we vrij onze mening spreken over een aantal thema's die mij ook nauw aan het hart liggen. Uh, in het Nederlands met Jeff. En we gaan meteen aftrappen met een thema dat ik ook heel belangrijk vind. En dat niet vaak over gepraat wordt. Naast vaderloosheid, dat echt een epidemie is in de. Westerse maatschappij. Ik ga dat controversiële statement dat je gemaakt hebt, dat je zegt van ja, vrouwen willen wel alles, maar ze willen niet eens hun benen open doen. Wat jij eigenlijk ermee moet zeggen, denk ik, is dat de feministen wel heel de tijd klagen en rechten willen, maar dat de meeste vrouwen eigenlijk niets in de plek stellen om zelf verantwoordelijkheid te nemen. Of ben ik daar fout in? Was dat een beetje de essentie? Ja, het is, het is ook redelijk moeilijk voor hen geworden. Hè? Uh, stel je voor dat je een vrouw bent en je moet een toegevoegde waarde zijn voor de man. Uh, ja, vroeger was dat heel eenvoudig. Dan deed je zijn huishouden, je deed de was en de plas. Je zorgde dat er drie keer per dag eten op tafel was. En dat was een meer dan voltijdse dagtaak. Natuurlijk, de mannen hebben het de vrouwen gemakkelijk gemaakt door, door wasmachines, afwasmachines, kant-en-klaar maaltijden, microgolven uit te vinden. Het zijn typisch mannelijke uitvindingen. Uh, die de vrouwen dan gebruiken om niks meer te doen. Maar ja, daarmee maken ze zich natuurlijk overbodig. Dat is op het vlak van het materiële. Nu, ik bekijk dit uh, met ouder worden veel spiritueler. En ik denk dat er vooral ook uh, een, een spirituele hiaat is. En die heeft te maken ook met vaderloosheid. Uh, een spirituele hiaat waar natuurlijk het feminisme los aan voorbij loopt. Uh, omdat het feminisme is eigenlijk ook een soort van. Dogma dat is gecreëerd om, 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 om de familie wat onder druk te zetten. Eh, slaat eigenlijk nergens op. En de meeste vrouwen zijn ook geen feministen. Dus um, ja, het, is, het, is een, het is een soort van politiek, uh, politieke hefboom die misbruikt wordt om mensen tegen elkaar op te zetten, zoals er zoveel zijn. Nu, wat is het, wat, hoe, hoe het spiritueel volgens mij in elkaar zit, relaties. Ik denk dat ik heb dat, ben tot dat bewustzijn gekomen dankzij in een uh, Indiaanse uh, wijze. Die zei: um, het, uh, de, de, de grootst mogelijke uh, bestemming die een vrouw in het leven kan bereiken, is uh, erin slagen om haar man bij zijn bron te brengen. Dat is natuurlijk iets waar we in spirituele termen moet over nadenken. Wat is de bron en hoe doet de vrouw dat en dit en dat? En vervolgens ging je verder. Is het de hoogst mogelijke verwezenlijking van de man om die vrouw de veiligheid te geven zodat ze veilig de aarde kan bewandelen? Um, en ik denk dat dat eigenlijk alles opzond. Um, want waar klagen de vrouwen over? de vrouwen klagen natuurlijk over mannen die hun, waar ze zich veilig voelen nu door het feit dat ze zich niet veilig voelen zitten ze in een chronische angst en angst is natuurlijk de slechtste raadgever die er is um, ze schijnen niet te beseffen dat in deze logica de primaire kracht van de vrouw uitgaat het is de vrouw die uh, onder de auspiciën, zeg maar, de begeleiding of in het contact met de Creator, uh, de man vindt en faciliteert om bij zijn bron te komen. Op het moment dat gebeurt, gaat die man automatisch die vrouw op handen dragen en beschermen. Want het is God die door haar hem bij zijn bron brengt. Daar gaat hij zeer, zeer zorgvuldig mee omspringen. En um, de instigators van echtscheidingen zijn in 80% van de gevallen vrouwen. Dus we moeten niet doen alsof het de mannen zijn die tegen de stabiele huwelijken zijn. Nee, het zijn de vrouwen die de stabiele, hu stabiele huwelijken ontbinden. En vrouwen, die, mijn grootmoeder zei al: um, het ergste wat een vrouw kan overkomen is dat ze kinderen maakt met de foute man. Met andere woorden, met een man die ze niet bij haar bron kan brengen, waardoor die man haar. Niet gaan beschermen en zij in onveiligheid haar kinderen zal moeten opbrengen, opgroeien, opvoeden. Dus we leven in een fundamentele uh, spirituele crisis. Die is nog veel groter dan de economische. En dit is ook heel goed beschreven in de filosofie, bijvoorbeeld door filosoof. Als ik mij niet vergis, heette die Tetri of zoiets. Uh, in, 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 in de 18e eeuw waarbij hij de cirkel beschreef van de ondergang en de opkomst van een grootschalige beschaving. En hij had dat bestudeerd over de duizenden jaren dat we geschiedenis hebben, dat was altijd hetzelfde. En waar het probleem zich stelt, is dat als, uh, als, het, als we op het hoogtepunt zitten, en er, en er is hoogconjunctie, en alles gaat goed, en de mensen hoeven niet hard te werken, en er is weinig viezes lijden, dan worden mensen egoïstisch. En ze krijgen angst, angst voor het verlies van hun bezit. En ze verliezen het spirituele totaal. En dan komen ze in de slavernij uiteindelijk terecht. Dat is het dieptepunt. Dat is waar ze volledig afhankelijk zijn, hun vrijheid kwijt zijn. Volledig van links naar rechts geschud worden. En zo komen zij terug bij de creator en bij de spiritualiteit. En het is in het contact met de creator dat ze de moed vinden om zichzelf terug vrij te vechten van de overheersers. Dus iedereen zal wel begrijpen dat we richting de slavernij aan het gaan zijn. Dat we met een zeer misselijke overheerser zitten, die het zeker niet goed met, met ons voor heeft. En het is misschien niet slecht om stil te staan bij het feit dat we hier nooit zullen uitkomen zonder spiritueel contact. En spiritueel contact in de, in de zin van, wat ik u net verteld heb, als onderdeel, als voorbeeld voor de stabiele. Levenslange monogame relatie tussen man en vrouw. Ja, ik, ik heb dus ook bestudeerd de feministische golven. En er zijn verschillende golven, eerste, tweede, derde, vierde. En ik heb wel bekeken in de 19e eeuw, feminisme begon ongeveer in het einde van de 19e eeuw, ja, dan mochten bepaalde vrouwen geen bezit hebben, mochten geen bankrekening hebben. Er waren heel veel negatieve dingen dat de vrouwen eigenlijk niet konden doen. Dus daar kan ik wel nog mee meegaan, gelijke rechten, gelijke mogelijkheden. Maar als ik nu bekijk, de huidige, er is trouwens op het moment dat we deze discussie hebben, is er eigenlijk een meme-discussie over een vrouw die afvraagt, zou ik liefst in het bos een man tegenkomen of een beer? En dan zijn mannen zo gedemoniseerd, dan is het zo erg dat veel feministen zeggen van nee, 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 ik zou liever met een beer in een bos zitten en tegenkomen dan een man. Dan denk ja, ik, van, maar... hoe komt het toch dat dat feminisme, dat ging om gelijke rechten. En vrouwen dezelfde kans geven als mannen. dat dat omgeslagen is in een soort van. weerzin zijn mannenhoudbeweging, ja, Je neemt de in, mensen van de duivel bezeten. Je moet, die niet, je moet die mening niet zitten opblazen. Uiteindelijk is dat een falen van het mens zijn zelf. En je cultiveert het falen niet. Als dat op internet komt, dat zou u niet mogen storen. Uw reactie zou moeten zijn: ah, die zijn gek. Ik ga naar de uh, wereld en ik ga kijken hoeveel goede en hoeveel slechte vrouwen er zijn. En dan zul je zien dat dat allemaal heel reuze meevalt. En dat die, dat die vrouwen even desperaat zijn als de mannen. En, en, dat het, en daar zit het hele punt. Het is door een soort van goddeloosheid. Kijk, een vrouw die zegt dat ze liever een beer dan een man in het bos tegenkomt, ja, die is goddeloos. Die is van een duivel bezeten. Dat bestaat, hè? Goed, maar dan cultiveer dat alsjeblieft niet. Eh, herhaal dat niet. Zend dat niet uit. Reageer daar niet op. Eh, cultiveert een duivel niet. Gezwijg hem dood. Wat, wat dat ik vaak tegenkom en dat ik vaak hoor is dat uh, vrouwen zeggen: van waar zijn de echte mannen? En dat de ja. mannen niet meer weten van hoe man te zijn. Dus je hebt eigenlijk een soort van visuele cirkel dat de mannen niet meer. Ja, geïnitieerd worden door echte mannen, of in de cultuur niet meer echt mannelijk gedrag zien, zoals we vroeger zagen in de jaren 50, 60, 70, 80, 90, en dat de vrouwen ja, niet echt kunnen openbloeien, vrouwelijk zijn, omdat die mannen hen niet echt begeesten, en inspireren, en geen zelfvertrouwen ja. en kracht okay. hebben. Opnieuw, Je vooral gemeend vanuit het gegeven dat u via het schermje binnenkomt. Maar uh, het antwoord hierop is, ga naar buiten en kijk rond. En er zijn zeker vrouwen die vrouwelijk willen zijn. En er zijn zeker vrouwen die, 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 die uh, een, een stabiele relatie willen. Natuurlijk, ze worden maatschappelijk overbeschermd. Dat is een risico wat je neemt. Maar uh, begin toch alstublieft niet met. Kijk, vrouwen vinden, draaien het om. Zij, zij vinden dat de man achter hen moet jagen en zij moeten maar kiezen. Kijk, het spirituele is exact het omgekeerde. Het is de vrouw die moet besluiten. Ten eerste of ze een gezin wil stichten. Want het Grote Gros is daar niet toe. Het staat omdat ze het voorbeeld niet hebben, de goesting niet hebben. En omdat we in een veel te luxueuze tijd leven. Maar als ze het echt willen, dan moeten ze heel goed naar mijn bomma luisteren. En zorgen dat ze het niet doen met de verkeerde man. Dat ze een man eruit kiezen. Waar zij hun leven en samen met God. De, de, de spirituele energie willen inbrengen en dan komt de rest vanzelf. De drijfveer is de vrouw. De vrouw die vindt dat de man maar achter haar aan moet komen, die moet gedroppen. Geen etentjes. Geen bloemen. Eerst seks, dan eten. Weet je wat het probleem is in de huidige maatschappij, volgens mij, Jeff, dat toen ik opgroeide en mijn ouders was het vooral de man waar respect... En de vrouwen vooral affectie en liefde hebben. Maar nu merk je heel veel dat die vrouwen zichzelf, sorry dat ik het moet zeggen, uitgoeren of hun seksualiteit blootstellen aan heel de wereld. En ze krijgen eigenlijk aandacht van al hun volgers. Dus die exclusieve aandacht dat je vroeger had van je partner in een relatie, wordt nu eigenlijk wereldwijd gedeeld met zoveel volgers. Je bent zit, je, je zit weer bezig met de verkeerde vrouw. Je, je, van algemeen op een manier die, die, die niet correct is. Stop met Wel, dat jouw algemeen. Jouw generatie deed dat misschien nog niet, chef. Vrouwen die nu 20, 30 of 40 zijn, die hebben allemaal een Instagram profiel. Het is grotendeels allemaal uh, sensuele foto's te maken, heel veel aandacht te krijgen en dan berichtjes ja. te krijgen. En dat is een nee, heel groot een percentage zeer... van de vrouwen. Ja, dat is een kleine zieke proportie. Sorry, ik denk weer dat je uh, in, 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 het, in het verkeerde. En dat is een, een heel groot probleem van de jonge generatie. Die denken dat wat er op, op internet verschijnt, dat dat de realiteit is. Nee, dit zijn zo'n verschrikkelijk gefilterde situaties die al dan niet opzettelijk worden gegenereerd en uh, waarbij de wereld op zijn kop staat. Dat is nogal duidelijk. Het zijn, het zijn de dommerikken die het platform krijgen. We worden gerund door de domste. Ik bedoel, het is geen enkel beest wat zich door de stomste gaat laten leiden. Wij wel. Neem gelijk welke politieker steekt ze in een zak, er mee, haalt er een mee uit en het is een idioot. Allemaal. Ze kunnen geen enkel ernstig gesprek aan. Ze kunnen zichzelf nog niet concentreren. En al die mensen die dat wel kunnen, kijk naar mij, die moeten gecanceld worden. Dus het is een omgekeerde wereld. En wat jij dan zegt van die, van die tracekens met Instagram en zo: drop die jongen. Of gebruik ze en smijt ze meer weg. Want dat is, want dat is wat ze willen. Maar. Jij gaat geen serieuze vrouw dit zien doen. Vergeet het. Je zit in de verkeerde vijver te vissen. Je moet buiten komen. Je moet interageren met vrouwen in mijn ogen. Zoals je moet in de natuur gaan. Zoals je achter die damn computer moet uitkomen. En je moet interageren met echte mensen. En, en dat, daar is waar het gebeurt. Dat is ook iets wat jij vaak doet. Hè. Je kijkt dan eigenlijk naar de natuur, je bent een soort van natuurobservator en dan kijk je naar het gedrag. Hè. Maar tegenwoordig, en je gaat ook voor terugkeren naar kleine gemeenschap, terugkeren naar de natuur. Maar de perceptie die we nu vaak hebben van de dingen, is niet het werkelijke, reële gedrag, maar is het gedrag dat mooi zou moeten zijn, goed zou moeten klinken, of sociale media, dat er via afgebeeld is, maar niet het effectieve, werkelijke, drijvende gedrag achter de mens. Exact. En, en, en er zijn heel veel slachtoffers slachtoffers van vaderloosheid die, die niet weten hoe ze emotioneel moeten interageren uh, in een liefdesrelatie want als jij de liefde vindt dan automatisch kom je op hoogtes en dat heeft ook te maken met het wederzijdse contact met de creator kom je automatisch op hoogtes die nergens te vinden zijn tenzij in de fysieke nabijheid en de enige manier waarop je een oordeel kunt vellen of iets wat op internet zinvol of onzinnig of desduivels is, is door ervaringsdeskundigheid met de natuurlijke processen. Dit kan niet vanuit een leerproces dat van achter de computer gebeurt. Het is onmogelijk. En dat is iets wat mij redelijk stoort, want ik zie inderdaad wat jij zegt een groot probleem. Hoe mensen dingen uh, naar voren brengen alsof het de realiteit is. En het is gewoon waanzin die ze ergens gehoord hebben op internet. Die zeker niet uit de natuur komt. Die niks te maken heeft met de realiteit. En toch zijn ze er 100% van overtuigd. En zouden ze hun leven ervoor geven. Dat is een relatief gevaarlijke situatie om in te vertoeven. Ik raad niemand dat aan. Ik denk dat iedereen die zijn kinderen. of die zijn geliefden die richting zien uitgaan. moet ingrijpen. Want je gaat ze verliezen. En natuurlijk, dat is een van de essentiële uh, taken van de biologische vader. Dat is te zorgen dat zijn kinderen altijd in de realiteit geaard blijven. En hij zal ze moeten. Op een of andere manier rechtstreeks met de natuur confronteren. Al is dat op een voetbalveld. Al is dat door piano te spelen. Al is dat door, door, door in de bos te gaan wandelen. Al is dat door met de handen iets te maken. Al is dat door creatief te zijn. Maar in elk geval. Een kind moet elke dag iets fysisch gedaan hebben. In reële termen. Zodat hij geconfronteerd, rechtstreeks geconfronteerd wordt. Met de oorzaak en gevolg. Hij moet een stuk piano leren spelen. En als dat vals is, is dat wel. Dan moet je mooi de dag erop opnieuw beginnen. Maar hij gaat niet de hele dag achter computertjes zitten waar hij zelf zijn eigen uiterlijk kan veranderen. Nee, nee. Je kijkt in de spiegel zoals je bent. Dat is ook heel belangrijk. Maar op een of andere manier schijnen moeders daar niet toe in staat te zijn om uh, kinderen uh, afdoende in die richting. Te houden op, dat, op de, 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 de small en de short, en hoe noem je het? Ja, de, in elk geval het korte termijn, lange termijn. Ja, het narrow path uh, van, wat, van, wat, van wat eigenlijk opgroeien is. En iedereen die dat gemist heeft, ja, die komt ergens in, in, een, in een wildernis terecht, waar in lijnen te trekken is, die loopt in cirkeltjes en die raakt er nooit meer uit tenzij ja, maar ik... hij alsnog zich gaat spiegelen om de fysische wetten van oorzaak en gevolg, lees de natuurwetten. Daarmee hoef je niet direct aan, aan, aan bosjes en vogeltjes te denken, maar uh, alle dingen zoals iets bouwen, iets fysisch doen, uh, iets, iets creëren, uh, dat zijn alle... Al heb je thuis een hamster of een kanarie, je, je zult daar met de realiteit geconfronteerd worden. Als je dat beestje niet op tijd vers water geeft, gaat dat kapot. En, en dus uh, dat is waarom het zo drastisch is dat, uh, dat al die, 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 die kleinveeteelt en die verkoop van dieren en zo beknopt wordt. Want dat was traditioneel iets waarbij mensen leerden voor anderen te zorgen, terwijl ze eigenlijk volledig gehandicapt waren. En ze dus eigenlijk hun fouten op hun beesten konden maken, eer ze aan kinderen begonnen. Ik heb hier ook wat cijfers, en dat was toen vroeger een presentatie op YouTube. Ik denk dat de cijfers uit Amerika zijn, en dat ook wel wat open zullen ogen. Ik zal eerst beginnen over um, vaderloze gezinnen. Uh, 1,7% van de vroegtijdige schoolverlaters komt uit vaderloze huizen. 75% van alle patiënten in drugmisbruikprogramma's komen uit vaderloze huizen. 85% van kinderen met gedragstoornissen komen uit vaderloze huizen. Ik denk ook dat vaderloosheid de grootste voorspelling is van jeugddelinquentie in Amerika. Waarom wordt dit niet aangekaart? Uh, en ik waar, denk dat... waarom is het, zo het taboe om niet te praten over het, dat het ontbreken van een, van een man of van een vadersfiguur ja. zo essentieel is, is in de gevolgen, negatieve gevolgen dan voor een kind? Ja, dat, dat hangt allemaal samen met, met, het, met de doelstelling van het, het, het centrale gezin. Uh, te, 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 te ontwrichten. Uh, dat, is, dat is een gecoördineerde doelstelling van de globalistische elite. Want natuurlijk, dat zijn allemaal zwakke figuren. Iemand, iemand die, door, die, 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 die in liefdevolle vaderrelaties opgroeit, die laat hem bij zich zollen. En die gelooft hun fantasiekjes niet, want dat is wat het is. Het zijn sprookjesverkopers. En, en, en alleen mensen die geen clou meer hebben, die volledig in de war zijn, die kunnen die sprookjes geloven. Iemand die met zijn voeten in de natuur staat, die weet onmiddellijk dat het, dat het stinkt. Dan hoef je niet van de universiteit geweest te zijn. Um, over die cijfers, ik denk dat die onderschat zijn. Ik denk, de cijfers die, die jij daar geeft, uh, zijn cijfers waarbij de fysisch de vader afwezig was. Maar er zijn ook heel veel uh, kinderen die opgroeien met een emotioneel afwezige vader. Waarbij de ouders toch bij elkaar zijn. Um, en niet in het minst vaders die gecastreerd zijn door hun vrouwen. Waar dat de moeder eigenlijk de hindernis is tussen de relatie tussen de vader en het kind. En uh, dat is zeer ernstig. En als je die erbij telt, uh, dan zul je zien dat het naar vrijwel 100% gaat. Dat, er zijn ook studies van... Uh, welke kinderen het het beste doen. Degene die met enkel de vader zijn opgegroeid, of degene die in vader-moeder-relaties zijn opgegroeid. En dan zie je dat de eerste het het beste doet. Vrouwen willen dat niet weten, want dan krijgt telkens de typische reacties. Een kind heeft zowel vader als moeder nodig. Nu, ik kan u garanderen, dat is flauwekul. Wij zijn geen koeien, wij zijn apen. En het is heel erg, maar de vrouw die kan in het beste geval... Een soort van goede grote zus zijn voor, voor, voor een jongen. En een, en, een andere, en een dochter trouwens ook. Hè? Want het geldt evenzeer voor de dochters. Hè? Maar de vader is absoluut onvervangbaar. En het moet ook nog de biologische zijn. Hè? Want als het niet de biologische vader is, werkt het ook niet. En, ja, dus, dus, nou, ik, ik, ik weet dat de studies toen ik studeerde. Dat 10% van de, van de vaders, waarvan dat ze denken van dat is mijn kind, en dat was toen 20 jaar geleden, dat 10% eigenlijk van een andere man is. En dat ja, ja en, een en met alle gevolgen van die, hè? Met alle gevolgen van die, hè? Dus die, die kinderen zijn levenslang uh, verzwakt uh, door het feit dat ze intuïtief aanvoelen dat er iets niet klopt. Een band... De band van een vader met zijn kind, van de biologische vader met zijn kind, op voorwaarde dat hij niet getorpedeerd wordt door de moeder, ja, die is toch nogal redelijk heilig. En zo gauw die getorpedeerd wordt, ja, wordt dat kind gehandicapt. Ik zeg niet dat dat dan meer kan functioneren, of dat dat per definitie in de criminaliteit geraakt, maar het zal ten eerste. Van goede huizen intellectueel moeten zijn om zich erover te zetten. En ten tweede, je kunt dat vergelijken, die een handicap met iemand zonder benen. Ja, je moet niet willen lopen gelijk de anderen. Maar je kunt natuurlijk een rolstoel hebben en je kunt alsnog de koers winnen met uw rolstoel. Maar je we moet wel beseffen dat dat je handicap niet oplost. Dus het eerste is het besef van de handicap. Het besef dat als jij je biologische vader niet in een liefdevolle relatie gehad hebt. Tussen de 0 en de 27 jaar, dat jij mankeert. Je hebt een mankement. En nu is het uit te zoeken voor jezelf: wat is dat mankement en hoe ga ik dat compenseren? En daarvoor opnieuw is contact met de natuur en de, en de fysische realiteit een zeer groot hulpmiddel. Zelfs andere mannen. Wij, wij, ik ging vroeger naar de Harmonie in de café, en, en, en wat ik thuis in een soort van vaderlijke uh, begeleiding, uh, miste, vulde ik aan met die mannen die daar waren en die wel degelijk hun taak als uh, sociale metgezel serieus namen om te zorgen dat de jeugd op het juiste pad bleef. En dat is een beetje nu mis. Nu zitten ze allemaal achter hun computer en ze kunnen zelf kiezen wat ze willen. En dat is natuurlijk het, de, de, de doodsteek van alle educatie, hè? Uh, als jij als de, de leerling de leraar laat kiezen, dan is dat het einde van de educatie. Een efficiënt educationeel systeem, in een efficiënt systeem, kiest de leraar de begenadigde leerling. Maar daar raken we ook een thema aan, want we leven in een soort van vervrouwelijkte maatschappij, al, algemeen toch in de culturele instituties, want meer dan 80 of 90 procent van de, van de uh, leraren op school zijn vrouw. Dus heel veel van de principes worden nu allemaal gestoeld op vrouwelijke principes. Maar een van de dingen, mannelijk principe of vaderprincipe, is verantwoordelijkheid, discipline, structuur, grenzen bepalen. Die dingen dat ook belangrijk zijn. Anders ben je afhankelijk, ben je hulpeloos, ben je getriggerd. Weet je geen maat te houden. En dat zie je ook in deze maatschappij. En dat zie je ook in die kinderen: dat die, die mannelijke principes, die leidende principes, er veel minder in zitten. Het onderwijs is waardeloos. Onwille... Van een aantal redenen. Uh, we presteren het al drie generaties lang om de domste van de klas leraar te maken. Uh, dat is al één groot probleem. Uh, ten tweede, uh, de, de leerlingen kiezen de leraar. Dus de leraar heeft totaal ook niks meer te vertellen. Uh, en dan, ja, of dat nu vrouwen of mannen zijn, het is gewoon één groot waardeloos instituut. En een vader. Die zal zijn kind aanmoedigen om zo snel mogelijk uit dat systeem weg te gaan. Um, en, en na te denken over hoe hij zijn leven gaat invullen. Terwijl als ze die nieuwens, die moeders, bij gebrek aan vader en door angst gaan die kinderen op, op, op de, in het schoolsysteem houden tot op de universiteit. Tot ze 5, 26 zijn. En gewoon nee. verder niks meer kunnen lezen, leren. En totaal uh, unemployable zijn. En voor, letterlijk voor niks goed. Want. Want het onderwijs is voor niks goed. Wat leert men daar? Als ik een beroepspianist wil worden, dan moet ik niet op het onderwijs zijn. Als ik een, een, een kunstenaar wil worden, moet ik niet op het onderwijs zijn. Als ik, zelfs als ik een goede arts wil zijn, moet ik niet op het onderwijs zijn. Het is heel spijtig dat ik een diploma moet halen. Maar als ik een goede arts wil zijn, zal ik beter uit het onderwijs weggaan en in de natuur mijn zaken leren en gaan praten met. Goede artsen die mij dan begeleiden in wat ik best studeer en word en welke skills ik mij toeleg, in plaats van zo'n idioot onderwijssysteem te ondergaan en dan op 25 jaar eruit komen als een dokter, maar voor de rest van uw leven nooit ene patiënt te kunnen genezen. Wie wordt er gelezen van? Niet die voor... dokter zelf en ook niet zijn patiënten en zeker niet de wereld. Kijk, wat is onderwijs? De beste van het onderwijs worden verondersteld om later professor te worden. Dat is volledig idioot. Weet je hoe men dat normaal noemt? Dat is een beschermde werkplaats. Dat is voor gehandicapten. De wereld speelt zich daarbuiten af. Voordat ik op onderwijs zou terugkomen, ik had er ook nog een aantal cijfers aanleunen op wat je eerst zegt. Want ja, met feminisme bekijken meeste feministen zich altijd als slachtoffer en de slachtoffer zijn de vrouwen. Maar hier zijn ook een aantal cijfers van. Mannen lijden bij 14 van de top 15 oorzaken van overlijden. Mannen krijgen een langere straf dan vrouwen voor dezelfde misdaad en mannen worden vaker veroordeeld dan vrouwen voor dezelfde misdaad. 77% van de alleenstaande daklozen zijn mannen. 9% van de echtscheidingen worden door vrouwen aangevraagd en zij winnen 84% van de voogdijclaims. En bijna de helft van slachtoffers van huiselijk geweld, je hebt er ook eens over gepraat op Twitter, dacht ik, zijn mannen. Dat zijn cijfers dat de meeste vrouwen versteld van zouden staan, want zij zien nooit mannen als slachtoffers. Vrouwen zijn altijd slachtoffers. Nee, ik ben weer niet akkoord. De, de vrouwen waar ik mee fysisch omga, die weten dat. Dus je zit weer in een verkeerde pot. Je, 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 je laat je weer beïnvloeden door een propaganda, want dat is, dit is propaganda, dog. En uh, natuurlijk uh, is de hele wereld verrot in dat systeem. Maar uh, wat heb jij te maken met, 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 met al die mensen? Niks. Gij, jij wordt verondersteld zelf een gezin te leiden. Uh, en uh, een liefdevolle vrouw uh, te hebben, te waarderen en te beschermen. En verder, that's it, dan houden we dat. En dat de rest van de wereld toch, toch ontploft. Heb jij ooit de Unibomber Manifesto gelezen? Nooit. Want dat ging eigenlijk over Ted Kaczynski, die dat een professor was aan MIT, dacht ik, en uh, die gaf daar les en op een bepaald moment stuurde hij bombrieven, maar om een lang verhaal kort te maken, die hield ook erg van de natuur. En die zei van, we zijn de natuur aan het vernietigen, want de technologie, we denken dat het modernisme gestopt is, maar voor een stuk is die globalistische technologie steeds verder gegaan. Wat ik steeds terughoor bij jou is, we moeten weg van die perceptie-manipulatie, van die technologie, van die valse kijk op de dingen, en we moeten meer gewoon kleine gemeenschap, dichtgedrag, de natuur dringen, volgens die dingen bekijken. Dus zie jij dan deels ook gewoon weg van sociale media, minder technologie, meer natuur, direct contact. En dat is, dat is wat we moeten doen. Waar het mee om gaat, is dat je kunt pas die overvloed aan informatie via sociale media en dergelijke. En de, media, nu de media zelf zijn, zijn sprookjes, van A tot Z. Het is één groot propagandistisch kanaal. Maar uh, je, je, moet na, je kunt. Natuur, dus er worden wel waarheden verkocht. Hè? En er zijn nuttige, nuttige stukjes informatie. Maar dit kan je alleen interpreteren als je de basis hebt van rechtstreeks contact met, met, de natuurlijke, met de natuurelementen. Anders kan je het bos door de bomen niet zien. En ze maken daar dankbaar misbruik van. Allee, je krijgt zo van die berichten in de media. Eén dag in de zon kan je al een vroegtijdig laten overleden van hart en Nu, Dat is palpabele nonsens. Ja? Maar toch loopt daar een aantal mensen mee weg. Maar wat is de reden voor die nonsens? Wel, door ons te bombarderen met die nonsens, worden mensen murk geslagen. Want zij die alleen maar in die nonsens zitten, kunnen op den duur geen onderscheid meer maken en gaan alles slikken wat ze geven. Terwijl de mensen met de natuur gij nooit bedotten. Je kunt dat misschien even, maar die zijn veel beter in staat, die hebben een, een referentiekader wat op de in de realiteit gehaakt is om de zin van de onzin te scheiden. En daar, dat is waar het om gaat. Men, met uh, aandacht, en, en je ziet het in China en dergelijke georganiseerd uh, gebeuren, is contact met de natuur vanaf de eerste dag van de geboorte. En uh, natuurlijk, er zijn heel weinig mensen die natuur begrijpen. Uh, dat is dat dit vergt ook een speciale uh, intelligentie. Zoals een mathematische intelligentie is, muzikale. Zo is de het begrip van de natuur een aparte intelligentievermogen. En het is juist die mensen die wat ik ook heb en moet hebben en gebruik in mijn beroep en in alles. En, en dus de reden waarom je nu met mij zit te praten. En ik hou u geaard daardoor. Maar het is dat wat in. De mensen die dat niet voldoende hebben, kijk, dat is de moeite waard om zich in te verdiepen en te onderwijzen en te luisteren naar mensen die het wel weten. En van daaruit uw referentiekader opbouwen. Um, that, that's what it is. Dat is alles. En, en, en natuurlijk gaat de boel de dieper in en, en volgens dit hele systeem. Uh, want uiteindelijk is spirituele ontwrichting ook het. Het gevolg van een gebruik van de natuur. Hè? Ah ja, als jij de hele tijd in je ding zit te kijken, dan kun je nooit in de Creator geloven. Maar als jij zelf kijkt, broed, en je ziet het mirakel van de natuur, en zeker als je dan problemen gaat kunnen oplossen met andere elementen van de natuur, dan begrijp je dat dit alleen maar door de Creator kan in gang gezet zijn. Dan begrijp je dat dit geen toeval kan zijn. Dan maken ze je dat ook niet wijs is niet voor niks dat elke grote wetenschapper uiteindelijk bij de creator terechtkomt. Dat is omdat ze de natuur bestudeerd hebben en begrijpen. En heel die atheïstische zever die is er alleen maar op gebaseerd om zoveel mogelijk de mens, het contact van de natuur. Het is bijvoorbeeld in de Universiteit van Gent nu verboden om mensbiologie biologie te doseren. Antropologie, wat de, de biologische wetenschap was van de mens. Is nu sociale antropologie geworden. En men doet het nu alsof de mens alles kan leren. Inclusief het rollenpatroon. Ik bedoel, mijn zoon van 14 jaar kwam thuis, die zegt: maar die zijn helemaal betoeterd geworden. Die juffrouw die kwam daar vertellen dat mannen even goed konden wassen en strijken en plassen. En vrouwen even goed met een kraan konden rijden en, en op een dak kruipen. Uh, ...als mannen en dat dat allemaal maar een, een social construct was... ...ja, die werd daardoor die heel klas van veertienjarigen... ...vierkant uitgelachen. Dus je moet niet zo wanhopig zijn... ...die leraars die die fratsen proberen te, te vertellen... ...die op complete waanzin zijn gebaseerd... ...en wat alleen maar hun eigen domheid illustreert... ...daar wordt mee afgerekend... ...net zo, zoals wij met onze leerkrachten uh, afrekenen... ...als ze bullshit verkochten... Daarom werden wij per intelligentiegroep gezet. Omdat wij ook de meest intelligente leraars hadden. Want als wij een domme leraar hadden, die zou geen half uur in zijn les geraken. Of die werd buiten gedragen. Want de domste van bij ons in de klas had nog altijd een 20 hoger IQ dan, dan de gemiddelde leraar. Dat werkt niet. En nu hebben ze alles bijeen zitten. Dus ja, nu zijn die slimme jongens... Ja, die, die, die ik zou niet graag in het Ja, ik, ik zou dit wel gemakkelijk aankunnen. Waarom? Omdat ik dan gelukkig kan bovenstaan. Maar de, de doorsneeleraar. Die nooit uit die we beschermde werkplaats is gekomen. Die nog nooit in de echte wereld ook maar iets gepresteerd heeft. Hoe moet die tegen die slimme kinderen op? Dat is onmogelijk. Dat is een, een aanfluiting van een goddelijke natuurwet. En die gaan met hun gezicht door het stof. Man of vrouw, maakt niet uit. Als we dan op een spiritueel niveau bekijken of teruggaan naar de natuur, uh, zie jij ooit in de toekomst met al het experimenteren dat we doen met genen en natuur en virussen en gene function, et cetera, dat om een duur de natuur wel wraak zal nemen of overnemen of dat we te, te ver gaan pushen dat we terug die... De, ja. Als jij in de natuur staat, weet je dat dit bullshit is. Kijk, ik heb altijd mateloos... Uh, verbrouwereerd gestaan van de grootvader van mijn eerste ex. Die, die zei maar: die hele zever van die maanlanding, daar klopt je een meter van, ze zijn nooit op de maan geweest. Dat was een mens die met zijn voeten in de natuur had gestaan, die had TBC overwonnen, die moest met paard en kar gaan, gaan bier ronddragen, dag en nacht in de regen en dingen. Jongen, die moest je met zijn fantasiekjes aankomen. En al de rest, mij in kluis, wij geloofden dat toneeltje, dat, dat, dat die slechte, slechte B-film die ze ons onder ons leusduwde. Incredible. Ik, ik sta er tot nu toe perplex van. En, en dat is exact wat er nu gebeurt. Heel, heel wat jij daar met grote angst en ontzag zit te beschrijven, bestaat niet eens. Denk jij nu echt dat ze een virus kunnen maken wat ook maar één probleem zou geven? Nee. Waarom niet? Omdat dat het menselijk organisme dat tegenbestand is vanuit de natuur kun je een menselijk lichaam verkloten met het injecteren met foute dingen. Uiteraard. Maar wie laat zich injecteren? iemand die, die gebeideld staat in de natuur, want die zegt: oh, ho oh, oh, ho oh, oh. ho ho, probeer het eerst maar eens op je wegen. uw katten zijn kapot gegaan, uw ratten zijn kapot gegaan en nu brengt je dat op de markt zonder onderzoek. Nee 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 nee, uh, nee nee, niet bij mij. Alleen idioten die die sprookjes geloven, die zeggen, ja, ja, oh, nee, nee, steek maar, oh, nu ben, ik mijn eigen, nu ben ik mijn eigen virus aan het kweken, oh, spannend. Ja, ja, luister, dat gedaan een paar maanden later, dood op mijn hart, in waar ik niet veel compassie mee hebben hè. Luister, eerlijk gezegd zijn we ze beter kwijt dan rijken. hè. Die, die zich zo dermate laten in, in, beïnvloeden door dit soort van volledig doorpreekbare... Uh, sprookjes, sorry, maar daar gaan we geen oorlog mee winnen. Zou je zeggen dat, uh, want ik heb een aantal vragen gehad van uh, volgers van jou en kijkers. Uh, wat denk jij van vaccinaties? Is geen vaccinaties vaccinatie... in het algemeen zijn een zeer overroepen uh, entiteit. Ten eerste, de ziekte tegen ze worden gebruikt, zijn al grotendeels uitgestorven. Wat heeft het voor zin om iemand tegen de pokken te, te vaccineren terwijl de pokken er meer bestaan? Wat heeft het voor zin om tegen difterie te vaccineren terwijl niemand ooit van difterie doodgaat sinds de riolering? Wat heeft het voor zin om iemand te, tegen tetanus in te spuiten als de enige die tetanus krijgen een moedergesin van 80 jaar met diabetes? Wat heeft het voor zin om iemand tegen de bof in te spuiten als er misschien 1 op 1000 zou kunnen infertiel van worden alhoewel die cijfers moeilijk te, 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 te vatten zijn? Wat heeft er voor zin om iemand tegen mazelen te in te emten... terwijl het eigenlijk een kinderziekte is? Hetzelfde geldt voor de rode hond. Die hele kinkoest-verhalen. Is er al één kind van kinkoest gestorven? Nee. Er zijn hoeveel gevallen geweest? Vier of vijf? Ik weet het niet. We Laat het er nog twintig zijn. What the hell is the problem? Dus alleen al waar je tegen zit te, 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 te vaccineren... op voorwaarde dat het iets is wat werkt... Kijk, als het werkt... Dan is de ziekte uit de wereld. Ja, gelijk de pokken. Dat is iets wat tegen vaccinatie werkt, dus de pokken zijn uitgenodigd. Tegen corona bestaat er niet zoiets als een werkzaam vaccin. Nu niet en nooit niet. Waarom niet? Omdat de eerste dat via de slijmvliezen gaat. En ten tweede, er zijn, er zijn zoveel varianten van, van corona als dat er patiënten zijn die het hebben. Dit is ridiculous. Dit slaapt nergens op. Dit gaat ook helemaal nergens over. En dit is, dit is duidelijk aan, aan alle cijfers. En dat er natuurlijk veel bijwerkingen zijn. Ja, dat, wist, dat wist iemand met, met, met een graan verstand van, van, van wat ze waren aan het doen. Hè. Ze, gingen, ze gingen een spike-proteïne, wa, 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 wat het levensgevaarlijke element van het virus is, daar gingen ze bij want normaal wordt dat tegengehouden in de neus. Rechts de spieren, waar er geen, defense, geen verdediging tegen is. In nanopartikels, zodat het ook nog door het hele lichaam, uitging, zelfs de hersenen in. En daar gingen dan de eigen cellen dat levensgevaarlijke toxische spike eh, produceren, waar natuurlijk virus nooit zou in geslaagd zijn. Dus wat hebben ze gecreëerd? Een soort van artificiële auto-immuunziekte. Die slaat op de vaten, op het zenuwstelsel. Al de, al de incidenties van pathologie zijn er serieus omhoog, zeker bij jonge mensen. En uh, het voortplantingsstelsel, oké, okay, niet bij allemaal, dat weet ik. Maar ze, zijn, ze hebben ook niet allemaal hetzelfde gekregen. Ze hebben ook niet mogen weten wat erin zat. Nu beginnen we dat stilletjes te ontwaren. Nu blijkt dat, dat als, de, als de echte uh, oncologen de zaak gaan bekijken, er al uh, negen mechanismes zijn, bijvoorbeeld, waarop dit mRNA-systeem van de vaccinatie kanker kan veroorzaken. Negen verschillende manieren... Dat wisten we niet, want we wisten niet wat erin zat. Dus dit is, dit is, dit is wetenschap die stil is dat voorkomt naarmate we meer uh, details krijgen. Over de rauwe data, die krijgen we niet. Wij kunnen in België niet, 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 niet opvragen hoeveel doodgeboorters er zijn, welk percentage, wat, wat nu de incidentie van enkefalitis is. Oh, die rauwe data zijn gewoon niet beschikbaar. Waarom houden ze die achter? Als het dan toch zo veilig is, dan is het toch wel, 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 wel aan de overheid om te zeggen: kijk, hier zijn de rode data, daar is niks aan de hand. Ah nee, 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 de rode data, die krijg je niet. Kom jongens, als je een beetje met je poten in de natuur staat, weet je toch dat je bezeikt wordt langs alle kanten. En dat het dan toch ook eindig oefening is. Dan heb je toch verder geen uitleg meer nodig. Je moet dat een keer op nee kunnen zeggen. Hè? Nee, met dit, dat of en nog eens kijken. Nee, nee is nee, dat is vaderschap. Nee is nee. Zie jij, zie jij soms ook nog een uh, soft in ons scenario, waarbij soft in ons dus toegekend was en dan bleek dat het uh, zouden voor uh, misvormde baby's en dat er een compensatie moest komen? Zie jij ooit nog een scenario waarbij die uh, farmaceutische bedrijven, een, uh, een ze hebben al dat in het verleden moeten doen, maar hier is de massa vaccinatiecampagne, dat zij uh, compensaties zullen moeten geven en verantwoordelijk moeten gesteld worden voor de gevolgen van die vaccinatie, of hoe zie jij dat? Kijk, uh, kijk, jij gelooft in de rechtsstaat, maar spijtig genoeg bestaat die niet meer. Hè? Natuurlijk zou dit zo moeten zijn. Natuurlijk hebben wij het recht onder de wet van openbaarheid van bestuur om al die data te krijgen. Het feit is, ze vegen, ze vegen hun gaten aan. Aan de grondwet, aan alle andere wetten. Dus, en, en als het voor een rechtbank komt, dan zijn die rechters om welke reden dan ook uh, niet in staat om rechts te spreken. Ze zijn niet geblinddoekt. Ze zijn volledig gehypnotiseerd door het narratief van een overheid die het absoluut niet goed voor heeft met u. Dan wijzen alle uh, cijfers op, hè? alle analyses. Of, ja, we, we, we zitten nu uh, met, de, met de gegevens die we hebben en die zijn geconfirmeerd door de farma zelf. Zouden we nu al aan 20 miljoen slachtoffers zitten? Ik bedoel dan dood. Hè? Er zouden we nu al... 4 miljoen Amerikanen wer werk onbekwaam zijn. Dat is toch ook al een serieus getal, hè? Ik bedoel, dan heb je toch ook wel over 1% of zo, hè? Ik bedoel, dat lijkt allemaal niks. Maar het is wel in medische termen totaal onverantwoord. Omdat er geen winst tegenover staat. Je bent hier iets om te bestrijden wat niet te bestrijden is. Zijn de verkoudheid die in sommige gevallen bij mensen met verlaagde afweer... een dubbele longontsteking kan geven... en waarvan ze kunnen sterven. Je moet goed begrijpen... dat de mensen die van COVID sterven... gemiddeld ouder waren... dan de mensen die niet van COVID sterven. Waar zit jij mee bezig? alstublieft? Hier hoeft verder geen uitleg meer aan te geven worden. Dit is stoppen. nu. Nee. Maar nee, al die idioten laten zich meetrokken, ongekokt of niet... Uh, en uh, als, als er een ernstige audit wordt gedaan, dan overleven ze het geen van allemaal. En als je dat dan in relatieve termen naar de schade brengt die het berokkend heeft, dan komen ze ook nooit meer achter de tralies uit. We leven in een dictatuur van mensen die het niet goed voor hebben met ons. En we gaan regelrechte in. En het, een van de grote problemen is dat de mensen massaal afstand van, van de creator en van de natuur hebben genomen, en dat die volledig in de kaart spelen. Ten koste van de anderen ook. Voor een afgang naar volledige afhankelijkheid van de overheid en slavernij. En het zal een taai gevecht worden. En ik raad iedereen aan om voor te laten, is nu al ervan uit te gaan: dat je slaaf bent... en dat je wilt uw vrijheid herwinnen. Want je zijt ze kwijt. Je bent op dit moment, as we speak, je vrijheid al kwijt. Dus er is nu al dat er de moed moet gevonden worden. Om, om de vrijheid te herwinnen. We zijn niets aan het beschermen. We moeten het terugvangen. En hoe diep dat dal gaat zijn, ja, daar heeft iedereen het draaien naar. Maar dat ziet er niet goed uit. Hè? Als ze als ook nog de dollar en de euro volledig gaan in, in, in de vernietiging gaan, dan uh, staat ons uh, uh, zeer veel onheil te wachten. En we zullen ja, er al niet meer uitkomen het. door spiritueel contact en de moed van, van het spirituele inzicht. Je zult ook zien dat ze met man en macht. zullen. Uh, spirituele mensen bestrijden. Net zoals andere intellectuelen. Dat gebeurt altijd. Want dat is natuurlijk een grote vijand. Je kunt niet op. tegen iemand die spiritueel. geconnecteerd is met de Creator. en die met zijn poten in de natuur staat. Die krijgt je niet aan de lei. Ja, weet je dat ook een goed punt is. dat je hier zegt dat. Uh... Het is eigenlijk een spirituele inzicht of een soort van moreel of waarde dat je doet en zegt van, dit strookt niet met mijn geloof. Want stel je voor op een bepaald moment dat uh, ze kindervaccinaties op het mRNA-platform willen zetten. En je moet je kind dan laten vaccineren ermee. En ja, dat, je zal geconfronteerd worden op een bepaalde manier dat het systeem jou zal forceren om over de grens te gaan. En dan zal je voor je waarde, voor je moreel, voor je spiritualiteit, voor de menselijkheid moeten opkomen. Want gewoon zeggen van ja, sorry, het is nu zo, we konden niks doen en geen grens trekken. Je zal nog een duurwerk eens moeten opkomen en zeggen van... Je helpt hen, hè. Je helpt hen verschrikkelijk. Ten eerste, wat je hier vertelt, is een scenario wat nog niet bestaat. Dat zouden ze misschien willen. Maar door het feit dat jij het, eh, het herhaalt, brengt je het en cultiveert je het in de hersenen van je luisteraars. Dit is... Quatsch. Er komt geen werkzaam mRNA-medicament. Niet tegen infectieziekten, niet tegen kanker, niet tegen nergens. Het is één grote hoax. Dat is de message. En het komt er niet. Het komt er gewoon niet. Er komen veel andere dingen die zullen moeten bestreden worden, maar dat niet. Stel je voor met die mRNA-technologie dat men de dat nieuwe vaccinaties op dat platform zegt, want ik heb ook wel met uh, onderzoekers gesproken en ze zagen wel potentieel in die mRNA-methode, die nog grotendeels onder een vraagteken staat, maar wat als de overheid uh, dat om het u verplicht, met dat pasje en die andere dingen? Dan moet je zeg, toch je op een bepaald moment, als jij zegt, opkomen... Zeg, je bent je ja, maar, ja, Ik... ik ik, ik wil het linken met wat dat jij zei, chef. Dat je op een bepaald moment zal je wel moeten opkomen ervoor, de grens trekken en ja, maar lezen. Het, het, en gaat, het, niet over, het, het gaat niet over het messenger daar en gaan. Het gaat over puur vreten gaan. Als een dollar en het financiële systeem ineens stuikt, dan zitten wij in een hoogst onveilige situatie. En dan, en dan zult gij moeten vechten voor uw leven. En dan zult gij moeten vechten voor voedsel en water. Dat is wat er in het vooruitzicht ligt. Niks van die flauwe gul. Denk jij nu echt, op het moment dat er een boel in elkaar stopt dat er nog internet is? Dat zo'n pasjes toch zullen werken? Jongen, ja, wat een frats. Wat een sprookjesverhaal. Ze krijgen nog niet eens een automatische kassa geregeld in een groot grootwarenhuis. Ze krijgen nog niet eens een snelheidscamera. Dat is toch maar een nieuwe toelaten. In Engeland wordt die gewoon met de grond gelijk gemaaid. Maar dat zijn geen problemen. Ze proberen u te hypnotiseren. Geen vreten, geen water, geen energie, geen veiligheid. Dat zijn problemen. En jij zult ze moeten oplossen, want de overheid gaat het niet voor u doen. Hoe zie jij die financiële reset gebeuren? Dat was ook een vraag die. Uh, ja, dat, 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 dat klopt in elkaar. Ik bedoel, Poetin Putin en Xi Jinping hebben, hebben gisteren of eergisteren nog gezegd: we moeten ons bereiden op de volledige. Uh, collapse van een dollar leest, dus ook de euro. Ja, wat betekent dat? Dat er gewoon niks meer veranderd wordt in dollars, dat het niks meer waard is? En dan zijn er twee mogelijkheden. Ofwel gaan wij uh, rechtstreeks met goud met, met uh, betalen, of wij gaan uh, die munten gebruiken, die Chinese munten of die Russische munten, om elkaar te betalen. Maar natuurlijk, dat willen ze dan wel gaan voorleggen, want ze zullen het proberen te doen met een soort van idioot. Een systeem uit internet met, met, met wat is op een schermje, wat niks voorstelt en wat niet gedekt is. Ja, sorry, maar daar gaat je niet meer verder kunnen. En als je weer bek te veel opentrekt, dragen ze duidelijk, dus rekenen vooral niet op. Oké, okay, een, een, een ongevermeden luisteraar of een domme Dirk zou kunnen zeggen: van ja, maar Chef, waarom zouden Europese leiders dat doen? Ja, Als hun eigen bevolking geen eten meer heeft, daar hebben zij toch ook geen baat bij of voordeel bij. Nee, Integendeel, ze, 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 ze riskeren hun leven. Ik denk dat het een zeer onstabiele situatie wordt. Maar ze zijn te dom om te helpen te Je Jij denkt toch niet dat er ene wijze mens het in de politiek uithoudt. Je ziet toch hoe achterlijk ze zijn. Zijn die, die dan zo zijn die dan zo bezeten door postjes te pakken en nemen ze dan de vlucht naar voren en ja, dat die, ze dan, die, dan naar een normalistische uh, institutie die, gaan? Die, die zijn of niet habens. Die hebben gewoon niet het verstand om zaken te analyseren. Dus doen die maar wat hun gezegd wordt. Want anders liggen ze met hun kloten buiten. En dan zijn ze een tienduizend euro in de maand kwijt. En al de rest van de, van de, van de, van de dinges. Van de... Dat is toch geen ene. Geen ene die ervan droomt om in de politiek te gaan. Die zelf fatsoenlijk geld kan maken. Dat is toch geen ene. Ik bedoel, Bart de Wever krijgt nog geen Ajeun gepeld. Dit is niet ernstig. Dit is echt niet ernstig. Ja, want jij, hebt... jij bestudeert ook de geschiedenis. Ik zie dat je er veel mee bezig bent de laatste tijd. Je hebt toch ook gewerkt met de revolutie. En de revolutie eet haar eigen kinderen op. Of dat diegenen die op de barricades stonden, dan om een duur afgeschoten worden. Dus ik, ik vraag me soms af wat in het hoofd afspeelt van bepaalde regeringsleiders. Gewoon dan. Niks. Kort termijn. Niks. 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 Dat is juist. Er je... speelt zich in die kopen niks af. Dat zijn idiots. Die zijn totaal inconsistent. De helft is ook nog van een duvel bezeten. Die vinden macht geweldig, omdat ze zelf... Precies omdat ze zelf niks betekenen. En dan hebben we nog niet over de rechters gehad. En dan hebben we nog niet over de grote administratie en de bureaucratie gehad. Dan hebben we nog niet over de politie en het leger gehad. Ja, want in Nederland had je Jad Wieber van, van Haga, die ik binnenkort op de podcast of, of al heb. Uh, je kan die aflevering bekijken. Uh, Thierry Baudet, Forum voor de Democratie dat toch een tegenstem was over het uh, totalitaire beleid gedurende corona. Maar in België was het windstil. Niets. Heel, heel weinig. Er is van lang over een klein beetje kritiek. Niets. Zo nee. windstil. Nu, nu nee. zijn het de verkiezingen. Er nee. is uh, de hele tijd WHO. Uh, allemaal uh, voor Europa liggen bepaald wat dat ze moeten doen. Je kijkt naar de verkiezingsthema's. Het lijkt dat COVID nooit gebeurd heeft. Niks ja. over het COVID-beleid. Nul. Nee. En dat is door angst... En door afhankelijkheid. En dat is de voorbode van de slavernij. Dat is waarom je hier je klok kunt op just zetten. Binnen de korsten, we zitten voor een deel al in de slavernij, maar binnen de zitten we echt in de slavernij. En we spullen eruit. Morten. Maar er gaan er natuurlijk veel sneuvelen. Sowieso worden er veel niet geboren, misschien God zij dank. En er gaan er natuurlijk veel sneuvelen of verhongeren of wat. Dat, gaat, dat is altijd in die situaties. Je moet niet doen alsof wij in een unieke situatie zitten. Dit is al duizenden keren voor ons gebeurd. En die cyclus die is heel duidelijk beschreven in de 18e eeuw. Titlers, als ik me niet vergis. Zoek het op. Hij heeft een gans boek over geschreven, 300 jaar geleden alsjeblieft. Hoe kijk je naar de verkiezingen daar komen? Heb je nog, je nog enig nut in de politiek? Of een partij, of een standpunt, of een beweging? Of hoe kijk je er nou ja, Zeker met de, de hele populatie gezien als een soort van entertainment. Dat is iets om het volk uh, bezig te houden. Uh, de, de ware die komen niet aan bod. Dus uh, degenen die zich daar interesseren, die moeten zich in het globalisme wat inwerken. In, in en dan ook zien dat dat uh, het systeem van de nieuwe wereldorde. Uh, dat het al minstens 500 jaar oud is, in bepaalde kringen. En dat die uh, gewoon ja. een cultuur hebben om dat door te drukken, en die zijn nu weer volledig met hun staart aan het wisselen. En die moeten natuurlijk nu ook weer, zoals in, de, in het verleden, eventjes uh, voet op stuk krijgen. Maar dat gaat natuurlijk pas als de meerderheid van het volk het ziet. En ik denk dat we eerlijk gezegd beter van een grote ballast af zijn. Zodat dat, kijk, het is zoals een vuur wat purifieert. Dan moeten we doorheen. Het is heel spijtig dat ik en jij dat zien. Maar als uh, 99 van de 100 dit niet zien of er niks mee doen, dan kun je alleen maar leidzaam toekijken en het laten gebeuren. Het is natuurlijk altijd beter dat je weet wat er aan de hand is. Uh, iemand met, met verstand kan zich altijd beter indekken dan iemand die daarvan verbazen, van katzwem achterover valt. Hè? Van verbazen. Tuurlijk. In tijd, in tijd van nood is het, tijd om, is het echt belangrijk om wakker te blijven. Hè? En, 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 aan, en u kunnen aanpassen. Adaptabel. Als jij zit in, in, in een frame, en daar betrap ik u soms ook op, om, om, om terug te gaan in het verleden of, uh, of ergens op toe te gaan wat mis zou zijn gegaan, jongen. De tijd gaat niet achteruit. Vergeet dat. Je maakt zelf wat wees. Iter naar nou wat er gaat komen. Maak met uw verstand projecties en bereid u dan voor op die geprojecteerde situaties. In plaats van achteruit te kijken. Nou, hoe de vrouwen vroeger waren en dit en dat heeft er allemaal niks mee te maken. Het is te laat. Het ingesteldheid. fout ingesteldheid. Hoe gaan vrouwen worden? Ik zal u dat vertellen. Een vrouw die kinderen wil, die kan nu al met een loon nooit een dak boven haar kop permitteren laten staan eten voor haar kind. Maar die instinct om kinderen te krijgen is zeer groot. Projecteer dat, beeld u die situatie in en zeg dan, hoe ga ik daarmee om? Zou ik zo'n vrouw kinderen kunnen geven op voorwaarde natuurlijk zoals ik gezegd heb dat die de eerste instigatie geeft en zou ik alsnog op die manier kinderen kunnen maken en de, de krachten bundelen want dat is wat er moet gebeuren kijk dat is een gegeven wat je nu hebt een vrouw die kinderen wilt kan materieel zich dat niet meer organiseren dus ze zal wel het of wel in groep moeten doen in een soort van nonnenklooster waar ze zich allemaal laten bevruchten. Maar dan denk ik dat de meesten toch de voorkeur geven aan een sterke man aan haar zij. Dus, het is maar hoe je het bekijkt. Maar leef, analyseer het nu op basis van de natuurwetten. En maak dan uw projecties naar de korte en langere termijn toekomst om uw beslissingen te nemen. Of je wel een vrouw wilt, of je wel kinderen wilt. En daar eens eerst over na. In plaats van te klagen. Of je wel in staat bent om een vrouw uh, in veiligheid de aarde te laten bewandelen. En natuurlijk, als je vaderloos hebt opgevoed, wordt die kans al een heel pak kleiner. Ik zeg niet dat het onmogelijk is, maar je ja. zult toch je mankement moeten compenseren. Anders gaat het niet gebeuren. Dat is ook mijn advies aan mensen die een paarder zoeken. Probeer mensen die geen emotionele band met hun vader hebben gehad te vermijden, of het nu mannen of vrouwen zijn. Want je haalt een handicap in huis. Je zult voor de rest van je leven moeten compenseren. Wilt je dat wel? Kijk in de spiegel, niet in een, een, een applicatie waarbij je met een filter u, u, u ziet zoals je wilt zien. Nee, nee, zoals je zei. Je wordt er stil van, Philippe. En zo'n goede reality check, ja. Yeah. Ik ben natuurlijk een socioloog, eh, Jeff. Dus ik ben altijd wel geïnteresseerd geweest in de cultuur, natuurlijk. Eh, en uh, ik ben een cultuurbestudeerder. Uh, maar het is, het is een goed punt om soms te zeggen: van ja, je manifesteert wat je op focust. En als die cultuur erodeert, dan erodeert je kijk natuurlijk. En ja, als vrouwen vooral staar, uh, vallen op sterke mannen, die krachtig zijn en uh, genoeg middelen hebben, ja, kan je je afvragen: van door je hele tijd je kijk. Op die vervallende cultuur of valse blik te geven, uh, geef je dan de kracht niet, uh, niet weg uit jezelf. Dus zeker wel een punt uh, om over na te denken, ook voor mijn kijkers en luisteraars. Ik had nog een aantal vragen ook van mijn uh, kijkers en volgers van jou, was even ook de vraag, en daar weet ik ook het antwoord niet over: is seksueel contact met de gevaccineerden eigenlijk gevaarlijk? Nee. Uh, kijk. Uh... Uh. Met seksueel contact komt je hoogstens in aanraking met een beetje van dat spike protein, maar niet met het RNA. Niet, niet met, het, met het actieve gedeelte wat je eigen systeem zou infecteren. Dus nee, dat is zeker geen reden. Je spreekt nu ook in deze podcast over de Creator. En uh, God, of hoe dat je het ook noemt. Ben je meer religieus geworden de afgelopen tijd of had je dat altijd al? Want in interviews vroeger hoorde ik niet vaak over de Creator. En het, het, het spirituele praten, je praat er meer over. Ik ben, ik ben er altijd overtuigd geweest dat, dat, dat het leven geen toeval is. En uh, kijk, ik vind het altijd even grappig. Uh, als, je, als, je, als je ervan uitgaat dat maar de helft van de mensen zich succesvol voortplanten, en uh, dat jij minstens, uh, ik zeg maar iets, 10.000 generaties voor je hebt gehad, allemaal met een, een statistische kans om 50% niet voortgeplant te worden... Ja, dan besef je toch wel dat je, dat, dat een miraculeuze uh, coïncidentie is. Als je dat al, ik bedoel, dat is, dat, 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 dat is niet in de lotto winnen. Dat is tien, die, tien miljoen keer de lotto winnen. Ik bedoel, achter één. Uh, dus uh, je bent zelf een mirakel. Dus ik vind het altijd grappig dat mensen zeggen: van, Ik geloof die in mirakels. Dan zeg ik, Ja, maar Jan, je zijt zelf een mirakel. Wat die geloven? Het is ridiculous. Het is zo kortzichtig. Natuurlijk, uh, het. De religieus besef is iets anders dan het religieus gebruik. Je kunt spirituele kracht benutten, zowel voor inzicht als voor verwezenlijking. En iedereen doet dat min of meer. Maar op het moment dat je dat bewust kunt, ja, dan begint je al van goede huizen te worden. Dat zijn er al niet meer zoveel. En uh, dat is natuurlijk een stadium dat ik heb moeten doorlopen en waar ik gelukkig de hulp heb gehad. Uh, van, ik ben geïnitieerd in een, in, in een hoge uh, Hindu-Brahmaan kaste, een Giri kaste, Naked Fighters, al meer dan 15 jaar lang. Uh, en die hebben mij natuurlijk daarin wel getraind. En uh, ik spring er wel zeer bewust mee om. En dat is een proces geweest, maar dat, 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 dat is. Dat is een gevolg van. Het begint met het inzicht. En het begrip en het geloof. En als men het goed doet, gaat men geleidelijk groeien in de goddelijkheid in, in uzelf te cultiveren. Zijn de, de omnipotentie, de omnisapientie en de omnipresentie. In uzelf. En dat, dat is natuurlijk een proces. Kan je daar een klein beetje mee over vertellen, te Jeff? Want nu ben ik wel geprikkeld natuurlijk. Was, wat zijn de basisprincipes er dan? Ben je dan geïnitieerd erdoor? En... Ja, ja, je wordt geïnitieerd. Dus het is de leraar die de leerling kiest. Uh, en ja, de leerling wordt dan verondersteld wel een beetje te luisteren. Uh, in de zin van de juiste oefeningen te doen. En ook uh, het lichaam in een staat van meditatie te brengen om het contact met het spirituele te bewerkstelligen. En om geleidelijk meer en meer bewust te zijn van de, de tijdloosheid en, en, de, en, de, en de omnipresentie. En, en kijk, en, en hoe uitziet. Nou ja, goed, ik weet meestal van tevoren wat er gaat gebeuren, tot in het kleinste detail in mijn leven. Ik weet van tevoren, als ik niet door de autokeuring ga geraken, ik weet van tevoren, uh, als ik een probleem ga krijgen met dit of dat. Ik weet dat van tevoren. Dus dat, dat heeft te maken met de, met de omnisapientie. Tegelijkertijd weet ik dan ook wat ik moet, welke barrières ik moet opblazen. Dat heeft te maken met de omnipotentie. Dus het is... Het is een... een ja, je doet gewoon... In feite, als men dit op de keper beschouwt, uh, is dit niet verklaarbaar. Met de, de aardse wetten, en heeft men het over mirakels? Dit is wat mirakels zijn. Mirakels die gedaan worden door het mirakel van de mens. Maar natuurlijk, het, het vergt een, een, een toenemend contact en het besef dat je letterlijk niet zijt. Niet in tijd en niet in ruimte. Het is in dat besef dat dingen gebeuren. Neem bijvoorbeeld... Alleen voor degenen die wat van, van scheikunde ooit geleefd hebben: een waterstofatoom heeft een kern en elektronen. Neem nu dat we die kern vergroten tot de grootte van een Waar moet ik mij dan voorstellen dat de elektronenschild zich bevindt? Enig idee? Kern is een Waar zijn die elektronen? Ik zal het u vertellen twee kilometer verder. Dus die gaan in een schil van, van een straal van twee kilometer draaien die tegen de snelheid van het leekste rond die kern. Nu, nee. wat zit er tussen die elektronen en die kern? Vacuum, iets wat we nog niet kunnen weten. Uh, niet. Gewoon niets, niets. 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 Ja? Niets. Als jij dus beseft dat wij allemaal zijn opgebouwd uit dat, dat soort van atomen, en dat je, dat je als je de, de, de atomen en de dingen allemaal zou kunnen samenballen, dat, dat je in minder dan een speelde prik zat, je heel materiële zij, dan besef je dat je niets zijt. En dat niets hangt alleen van energie. Maar dat is niet alleen energie. Diezelfde energie die komt van een creator. Die was er voor je er was en die, die blijft erna dat je er En die maakt contact met die andere energievelden. En dat is het, dat is het medium waarin... Die mirakelt zich afspelen. Tijd bestaat uiteindelijk ook niet. Hoe groot is het nu? Dat is, maar dat is uit in seconden. Het nu. Hoeveel ik seconden? Ik kan het niet in? beschrijven, moest ik het beschrijven. Dan pak, pak ik het niet vast. Ik kan het niet bevatten. Ik kan het niet beschrijven. Dat is oneindig klein. In feite bestaat het nu niet, want zo gauw we aan gedacht, het is al voorbij. Dus het is niets. Het nu is niets. Wat is het verleden? Dat is verleden, dat is gedaan. Dus, dat is ook niets. Wat is de toekomst? Ja, die moet nog komen, dus die is het nu ook niet, dus dat is ook niets. Dus het, nu is het niets wat twee nietsen van elkaar onderscheidt. Kijk, als je dat begint te beseffen, dan begrijp je het concept van tijdloosheid. Dan begrijp je het concept van energie, dan beschrijf je hoe de kosmos in elkaar zit. Dan begrijp je dat dit geen toeval is, dat dat niet uit het niets komt aan, aanwaaien. Want het is één groot energetisch gedirigeerd veld. En als ik zeg dirigeren, dan heb we een dirigent. En wie is dat? Dat is de Creator. En wat, 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 wat is uw bedoeling? Ja, uw bedoeling is te beseffen vanuit welke energie jij gecreëerd zit, wat dus de bedoeling is van uw tijd op aarde. En als je dat doet in harmonie met de Creator, dan lukt alles wat je aanraakt. En dan heb je vrede in je hart. Als je geen vrede in je hart hebt, dan moet je terug naar, naar het tekenbord. Dan heb je iets over het hoofd gezien. Als je vrede in je hart hebt, is het oké. Okay. Dan ben je in, 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 in harmonie met de Creator en je eigen bedoeling en je eigen oneindige zijn: oneindig zowel in de tijdzin als in de ruimtelijke zin. En probeer nu niet mijn woorden te herhalen, want je gaat belachelijk klinken. Het gaat over het inzicht en over het gebruik ervan. Ik vind het ook mooi dat je het woord creator gebruikt. Want wat bij mij opkwam: hè, die, die wonderbaarlijke dans des levens dat we hebben. Met al die kleine deeltjes en onmeetbare deeltjes die met elkaar interageren. Dingen kunnen creëren, dingen kunnen scheppen. Of de schepper, dat kan zo mooi zijn, zo verbinden, zo een fantastisch leven creëren. En soms vraag ik me dan af, en je hebt je ook heel veel verdiept in andere krachten, duisterde krachten, ik kan het zelfs soms satanistische krachten noemen. Zij willen niet creëren, zij willen vernietigen, zij willen afnemen, zij willen buigen, zij willen breken. En dan denk je dat we zoveel kunnen verbinden, zoveel kunnen creëren en scheppen, zoveel mooie dingen. Wat is, wat is die drijfveer dan bij die mensen achter dat? Dat ze enkel willen nemen, vernietigen, in plaats ja, van. Connecteren dat, dat gaat en creëren. ook al honderden jaren terug. Dat heet het Luciferianisme. En dat is natuurlijk uh, heel erg doordrongen in een heel aantal organisaties en in die nieuwe wereldorden en zo. Uh, dat heeft een structuur, ongetwijfeld. Uh, die structuur is ook grotendeels bekend, of hij voldoende bekend. Uh, het punt is gewoon dat zij. De uiteindelijke oorzaak zijn van de totale vernoedeling. En dat zij de despoot zijn die iedereen in de slavernij wil. Ze zijn de vijand. En de vijand zal moeten overwonnen worden. Het goed zal het kwaad moeten uh, overwinnen. Maar dat gaat natuurlijk samen met de creator. Ik bedoel, uh, Lucifer is geen God. Lucifer is een gevallen engel. Uh, maar het is al meer als een mens. Dus, al die mensen die zeggen: God. Dat hoeft niet meer. Ja, dan zegt God gewoon, ja, maar goed, maar zonder zo mij. En zo krijgt de lucifer wat meer vrije spel. En dat is de reden waarom het herstel en het terugdoorbreken van de slavernij altijd via de spiritualiteit is gegaan. Lees Tideler. Moeten wij kiezen om compassie te hebben van die mensen en het bestrijden met uh, liefde? Of zijn die mensen nog te redden, denk je? Of als is je houding over die, die vijand of die mensen die daarin. ja de, 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 de duivel is een mens. Hè? En er en, 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 en is een mens die u gaat proberen op verkeerde pad te zetten. En uh, ja, wat je doet, is je draait hem de rug toe. En je kunt hem verschroeien met spirituele kracht. Ja. Hij kan niet op tegen de combinatie van u en de creator. Lucifer is een gevallen engel. Lucifer is geen God. Dus Lucifer wordt omvergeblazen. Door spiritueel niveau. Daarom zijn ze er zo tegen. Daarom moest, moest de, de Bolsheviken het geloof kapot maken. Daarom moest Fidel Castro het geloof kapot maken. Zelfs in, in Rusland is het, ze hebben ze het begrepen. En is er is nu een grote cultivering van geloof. En je ziet welke krachten dat geeft. Titler was right. Tot in detail. Waarom moesten. Uh, de spiritualiteit is natuurlijk krachtig. Maar waarom moesten uh, die mensen per se uh, geloof kapot maken? Binnen totalitaire regimes. Waarom is het geloof ah, zo nee, krachtig Omdat dat een vijand is. Hè? Kijk, een totalitair regime voert de slavernij uit. En de slavernij is op angst gebaseerd. Op het moment dat angst wegvalt, komt er moed en breekt men vrij. Dus dat is wat men moet vermijden als men een slavenplantage wil. Ja, ik hoor er zo'n stil van, Jeff. Ik had niet verwacht dat het in de spirituele richting ging Maar ik denk dat het wel een heel goed punt is dat. Uh... Ja, als je spiritueel gegrond bent en jezelf geconnecteerd met iets groter, een gemeenschap hebt die je kent, die voor je zorgt, je verbindt, je laat je niet leiden door angst, je ziet dat je deel bent van iets groter, ja, dan ga je waarschijnlijk minder vlug zeggen van, oké, okay, steek die prik maar in mijn arm, of geef me maar die QR-code, of, of uh, geef me maar allemaal die controlesystemen, dan denk je van, nee, 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 er is iets groters dan mij, en uh, ik heb mensen die me dragen, ik ben geconnecteerd met iemand die voor mij zorgt, en ik ga ertoe bijdragen. Voilà. Dat is de praktische raad die ik u geef. Dat is, uh, iedereen gaat een stadium door van angsten. Uh, en dat is natuurlijk de basis voor slavernij. Dat is wat men ook constant cultiveert. Angst voor het klimaat, allemaal angstststrookjes. Ga ze maar na. Klimaat, COVID, uh, Oekraïne, Rusland. Het zijn allemaal angstverhalen. Om de mensen in angst te houden, want dat, zijn natuurlijk, dat is de voorwaarde van slavernij. Mensen die geen angst hebben dan zie je niet komen met de slavernij. En als je op het moment beseft dat je niets bent... en dat de tijd niet bestaat... Ja, dan gaat er al heel veel angst verloren. Als je dan zegt... Van, kijk, bezit is maar relatief... en ik kan het kader... dan is de angst voor het verlies van bezit ook veel kleiner. En als je dan zegt... van ja, ik heb problemen... word ik in mijn beperktheid niet echt uh, ver genoeg sta om de zaak uh, in te schatten... Laat staan te manipuleren, ja, dan geef het probleem aan God. Als jij in vertrouwen zegt: Sarah, luister God, ik vind het shit, ik, ik ben scared shitless, want uh, dit of dat zit achter mij aan, ja, dan, dan geef je dat probleem gewoon aan God en dan zet je er toch vanaf. En hij, hey, de, de vraag, als jij in diepe, in diepe concentratie. Uh, de, de vraag die je stelt voor het slapen gaan, zal beantwoord, worden bij het op, zal beantwoord zijn bij het opstaan. Zo werkt dat. Maar dat zijn dingen waar je een soort van ja, mentale rust voor moet hebben, waar, 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 waar je je hersenspinsels ook maar moet zien als een zeer tijdelijk fenomeen. Je moet boven je hersenen uitsteken. Je hersenen sterven op het moment dat je dood bent, heb je al die hersenspinsels niet meer. Dat is een heel tijdelijk fenomeen. Maar als je er bovenuit weet te stijgen, dan begrijp je wat er was en wat er achterblijft. En dan begrijp je ook dat je die hersenspinsels eigenlijk niet, niet serieus moet nemen. Het gaat over vrede in je Weet hart. je wat ik wel mooi vind hier? Dat het voor een stuk een beetje. Ik vind het mooi dat mensen ook deze kant horen van chef. Of ook mensen die je enkel kennen vroeger van de mainstream media. Want mensen horen je een beetje nederig zijn en zeggen: van dat weet ik niet, weet je. En dan, dan laat ik het aan God en dat komt wel in orde. Want mensen vroeger, als ze echt uh, de indruk hadden van Jeff, dan zouden zeggen van ja, dat is een ego en zo arrogant en die denkt dat hij alles weet. Wat dat trouwens een heel bekrompen, beperkt uh, deel is. Maar ik denk inderdaad dat er ook wel kracht zit in nederigheid, in dingen los te laten en dingen niet enkel vanuit het ego willen doen. Dus ik vind het ook wel mooi dat mensen dat van jou ja, horen. Ik, ik ken je ook al een tijdje, dus ik wist dat wel. Omdat mensen hebben een compleet verkeerd beeld van jou. Ja. ja, ook dat is door de media gemaakt, hè? Uh, ik moest per se gecanceld worden. Hè? Je begrijpt ook dat deze praten op de nationale TV niet gunstig zou zijn voor de zittende macht. Misschien kan je als laatste nog eens delen hoe dat je ervoor gezorgd hebt dat je er beter of nog beter uitziet. Want ik weet dat ik je presentatie eens gezien heb voor de studentenvereniging. En dan had je wel een klein beetje meer kilo's, maar je ziet er nu wel frisser, gezonder, sterker uit. Kan je eens delen misschien wat dat jij veranderd hebt of gedaan hebt om nog een beetje oh, sterker ik, in je ik vel denk te, te, te Maar ik zeg het grootste het verschil is dat ik nu bewust in de zon ga, twee uur per dag als ik enigszins kan, mijn vitamine D op die manier uh, toch ergens in de buurt van normaal komt. Uh, ja, het, mijn voeding is ook, uh, ja, gaat op een andere manier. Uh, ik ben meer het yogi-systeem aan het volgen, waarbij ik eigenlijk nog één keer per dag eet en waar eigenlijk de ideale maatstaf zou zijn dat je niet meer dan 24 happen eet en daar dan ook 24 keren op koud. Als je dat doet, dan komt je in een staat van lichtheid en dan uh, gaat je eigenlijk het grootste deel van de dag in vetverbranding. En die vetverbranding die maakt niet alleen dat je afvalt, maar die geeft je toch een minder eigenlijk. Het, het, is een, het is een opruimen van afvalproces. Als je de hele tijd onder de suiker en of zetmelen houdt, hè, zoals vroeger de ponton, je moet, je moet vier keer per dag eten of om de vier uur en zoveel, en, en, en dan met die voedselpyramide, ja, dan houd je je hele tijd in suikerverbranding. En, en, en je wordt loom en uh, ja, je krijgt uiteindelijk overgewicht. Uh, ons voedsel is zo voedzaam en uh, we, we vasten vrijwel nooit. Ja, dat, dat elke normale mens overgewicht krijgt. En als je dat wat wil bestrijden, ja, dan moet je zorgen dat je in vetverbranding gaat. En dat doe je door één keer per dag te eten, of, 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 of desloos bij hongeraanvallen iets, iets met nootjes, maar zeker niks met, su met suiker, dat je die terug die suikermetabolisme in gang zet. oh ja, dat zijn zo van die twee dingen, die verand... jij vroeg wat er veranderd was. Ik denk dat dat de twee dingen zijn uh, die veranderd zijn. En de rest is nog altijd niet veranderd. Het is nog altijd uh, onversneden, nog altijd... Jeff die zijn mening zegt. Ja, nog altijd een cis man. De eerste keer dat ik dat hoorde, man, Jeff, dacht ik echt: van op wat slaat dat? hij? Wat is dat eigenlijk? En dan zei ik: van ah, je bedoelt eigenlijk gewoon een normale man. Ja, ja. Normale. ja, we lachten mateloos moe. Mijn zoon van 14 en ik hebben hier ook altijd de grootste schaterpartijen over. Ja. ja. Als je nog meer wil uh, horen en lezen van Jeff, dan kan je altijd uh, gaan naar zijn uh, Twitter, waar hij heel actief is, of kan je ook gaan naar zijn Facebook, daar kan je nog meer van zijn uh, hele brede waaier van interesses en kennis uh, lezen. En is er nog iets anders dat uh, je binnenkort al werkt? Of komt er ook een uh, boek aan, Jeff? Uh... Ja, nee, ik laat het maar gebeuren. Kijk, uh, natuurlijk, kan ik mij niet uh, ontplooien professioneel zoals het moet in Europa? Uh, en ik ben altijd zo met één oog naar, naar het buitenland aan het kijken, want ik zou toch nog graag eigenlijk mijn, mijn uh, medische kennis ook uh, doorgeven aan de volgende generatie, want ik zie daar ook veel mislopen. Uh, en dat is in Europa totaal onmogelijk, dat zit vast. Uh, dit is, uh, dit is, dit is een, een afgang van formaat. Um, en uh, je ziet dan wel in de landen die aan de andere kant zitten van de uh, cirkel, die uit de slavernij komen, uh, dat er toch interesse is om dat uh, op te pikken. En, en uh, zeker in de geneeskunde in de ware zin des woords en de chirurgie natuurlijk. Uh, en eens kijken wat we moeten doen met die Rockefeller-geneeskunde, die tot nu toe de show bepaald heeft. Want dat uh, heeft niet veel goeds gebracht. Uh, we hebben nog nooit zoveel medicamenten gevleten en we hebben ook nog nooit zoveel zieken gehad. Uh, als je, je moet maar buiten. Kijk maar naar, 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 de, naar de, de foto's van het strand van 50 jaar geleden en van nu. Ja, dan denk je, dan denk je ja, wat is hier gebeurd? Uh, dus om dat, terug, dat terugdraaien op zich vind ik, vind ik ook een deel van geneeskunde. En er uh, zijn wel degelijk uh, systemen voor, er zijn ook, ook de oorzaken voor die moeten opgelost worden. Ik heb u het voorbeeld gegeven van de vaccinaties, uh, die men moet relativeren en zeker moet stoppen met vaccineren tegen ziekten die niet meer bestaan. En, en, en ook mensen, well, het heeft geen zin om mensen te verplichten uh, zich te vaccineren tegen koudheid. Ik bedoel, dit is waanzin. En. Uh, en natuurlijk, dit kan maar één reden hebben, dat is om bij mensen met een spuit binnen te geraken, om ze, om ze te vergeven. Hè. Dit, is, uh, dit is Luciferiaans. Hè. Um, ja, het is maar gewoon een logica van een stomme boer, maar elke stomme boer zou dat moeten weten. Hè. Uh, spijtig genoeg weten ze natuurlijk niet dat die ziektes niet bestaan. Iedereen denkt nog altijd dat als men een vroeste nagel loopt, dat hij een titanos gaat krijgen. Ja, hey, pech hoor. Uh, het zou wel van een schapenwei moeten zijn. En je zou wel vreselijk veel uh, doodvlees moeten hebben, uh, en voor de rest gaat er dus juist niks gebeuren. Dus um, men moet daar ook eerlijk in zijn, dat je dramatiseert alleen maar met het doel om vaccins te verkopen en dan de vaccins, als iedereen daarvan sinds generaties gebrainwashed is, te misbruiken om de mens te vergeven. Ja, dat is Luciferiaans, jongens. Dat, dat kunnen we niet even vooruit. alsjeblieft. Stop met die onzin. En, uh, en sla maar die vuist op tafel als het nodig is. Wel Chef, misschien kom ik ooit wel eens tegen. Ergens dicht bij de natuur. Misschien in de broesen met uh, wat goede voeding, wat goede zon en wat goede lucht. Wie weet? Uh, sowieso bedankt om uh, je mening te blijven uitspreken. En met merci om een gast te zijn op de podcast, Chef. Ben je een ondernemer en wens je een succesvolle podcast te creëren, of wil je snellere resultaten via simpele systemen die je contentcreatie, productiviteit en verkoop verbeteren? Ga dan naar slash start en ontdek wat Philippe voor jou kan betekenen.